Goedenavond allemaal, daar zijn we weer. En we gaan vandaag een kaart maken. En dat noemen ze de Triple Staked Easel Cards. En dit is de kaart die we gaan maken. Je ziet, daar gaan we aan beginnen. Ik heb hem nu gemaakt met het Craft Emotions Arctic Winter. Dat is deze serie. Die bestaat uit heel leuk papier en gelijk uitdrukplaatjes. Het is heel mooi papier, het is dubbelzijdig. Dus hier gaan we vandaag mee werken. Hier zijn ook stempels van. Dat zijn deze twee, die hebben we ook in de winkel. En er zijn drie verschillende stencils van. Een grot, dit is schotse. En dit zijn ijsschotse. Dus u ziet, je kan alles weer bij ons vinden in de winkel. Hoi Astrid. Nou, wat we hiervoor nodig hebben, is het volgende. Je hebt een kartstok nodig van 7 bij 10 inch. En die rillen we op de 5 inch. Dan heb je kartstok nodig van 6 3/4 bij 2 3/4. Je hebt ook kartstok nodig van 6 3/4 bij 2 3/8 en kartstok van 7,5 bij 2 3/8. Dus dat is al het kartstok wat je nodig hebt. Daarvoor heb ik dit keer een soort metaliek gebruikt en dat is van de Paperboutique. Dan heb je nodig designpapier en daar heb je 4 verschillende designvellen voor nodig. En van alle 3 de verschillende designvellen, dit is een aparte, die komt binnen. Van alle 3 de verschillende designvellen heb je nodig 1 × 6 5/8 bij 2 1/4 en 2 × 3 1/4 bij 2 1/4. En dat van alle 3 de sets. Zo. En dan heb je nog een stuk designpapier nodig. En dat is 6,5 bij 4,5. Nou, dan gaan we beginnen. Deze hebben we natuurlijk al gerild. En die leggen we gewoon even apart. Dan hebben we deze. Ik heb de eerste al gerild. En die komt op dezelfde te liggen. Dus die komt zo. Dus die gaan we nu vastplakken. Ik ga even iets breder plakband pakken. Ik vind die net zo smal. Ik ga die af te gebruiken. Dit moet maar even zo doen. Je pakt gewoon een velletje weer. Je legt hem erop. En dit leg je de keurig op. En je laat hem vallen. Dan heb je je eerste kaartje al klaar. Dan hebben we er nog 2. Die moeten we nog even rillen op de helft. Dat ben ik nog vergeten. Dus dat gaan we even doen. En dat is 6 3/4, dus dan wordt hij gerild op 3 3/4 6/8 6/8 3/4 6/8 is 3/8, dus 3 3/8. Dan doen we bij alle 2. En dat vouwen we keurig netjes om. Deze ook. Dan hebben we de basis al klaar.
Dan gaan we ze bekleden. Deze gaan we nu eerst rillen. Dus dan gaan we hem maken van hier naar daar. Gaan we hem even rillen. En dan ga je vanaf de rillijn van die halve inch. Dus niet vanaf het begin, maar vanaf de rillijn. En dan ril je hem zo naar de punt. Geloof ik net verkeerd. Ja, ik doe het dus net verkeerd. Kutty kutty. Moet ik het straks overnieuw doen. Maar ik doe het nu even zo dan. Hij moet dus zo. Sorry dames. Hij moet zo. Ik had hem net verkeerd. Dan zie je straks. Toch niks van, want hij wordt opbekleed. Kijk, hij moet zo komen natuurlijk. Lekker bij de hand. En dat gaan we bij deze dus ook doen. Dus dan gaan we ook weer van boven naar beneden. En dan aan de linkerkant. Dan komt hij dus zo. En dan gaan we bij de volgende ook weer doen. Aan de linkerkant, van boven naar beneden. Oké. Ja, die vouwen we ook om. En die komt dus ook zo. Nou, dan hebben we dat gedaan. Dan gaan we het papier erop doen. Ja, dan kan je zelf even kijken hoe je het wil. Ik zou deze wilde ik hier op hebben. Zo. Dus die ga ik dan ook weer. Rillen. Kijk, dat ze moet lang worden. Moet die kant op. Ja. Nou, doe maar even met deze. En dat gaan we dan weer snijden. Precies op de puntjes. Oeh. Moet ik natuurlijk feitelijk niet hierop doen. Dan komt deze dus straks. Hierop. Even kijken of ik het nou goed doe. Nou jongens, doe ik het nou weer verkeerd? Ja, zo. Op de verkeerde papier. Maar ja. Oké. Dus we doen hem van de buitenkant vandaan. En die gaat dan ook weer. Zo en zo. Precies op het puntje. Oké.
Die komt dan zo. En die andere ga ik even opnieuw snijden, want ik vind dat niet mooi om die zo dan te doen. Ik wil echt deze kant hebben. Dus ik ga even een nieuw stukje snijden. Bij 6/5/8. Dat is deze. Oké. Dan gaan we die ook snijden. Even kijken. Ja, dan komt. Nou, ik vind het wel hoor, jongens. Ja. Die komt dan hier. Ben ik nou helemaal. Dan zie je gelijk de vouw niet meer, dus die komt hier en dan komt deze, komt hier. Ja, gaan we van de kleintjes ook gelijk snijden. Dan hebben we hem hier, dat wordt dus deze en deze. Die gaan we ook snijden. Je kan het dus ook twee tegelijk maken, want die andere zou je dan precies op de volgende kaart andersom kunnen doen. En dan ben je ook klaar. Hier ook weer op de punt en op de punt. Ja, leuk papier is dit, hè? Ja, ja, de stempels zijn er ook zo leuk van, Jolanda. En je kan er heel veel kanten mee op. Kijk, deze is ook klaar. En dan zou je deze ook hierop kunnen doen. Klaar en dan gaan we deze doen. En die gaat ook precies weer hierop. En hierop. Hartstikke idee. Nou, dan gaan we dat allemaal even opplakken. Dit komt hier, dit komt hier. En deze twee gaan hierop. Doen we er even plakband op. En nu wil het wel de kleinere. Ik ben vandaag een beetje chaotisch, want we zijn met de verbouwing bezig en mijn hele huis staat op zijn kop. Ik heb nog maar een heel klein stukje om op het ogenblik te hobbyen. Alles staat ook in dozen. Ik kan nergens bij. Dus heel gezellig, mijn neus. Deze is ook klaar.
ook afsnijden. Dat is 2. En dan gaan we deze nog even plakken. Plakken. Ook de stukjes er weer afsnijden. Je kan ze natuurlijk ook eerst beplakken en daarna pas doormidden snijden. Is misschien iets makkelijker. Ja, waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk gaat? Ja. Ja. Dan gaan we deze ook weer netjes bekleden. Nou, hebben we ze nu allemaal. 2, 3, 4, 5. Ik moet er toch nog eentje hebben. Waar is die? Wat moet ik nog hebben? 2. Moet er nog zo hebben? Ja, die ligt hier. Ik mis er nog een. Ja. Zo. Ja. Ik ga er ook weer even bij snijden. En dan gaan we dat allemaal op het kartstok plakken. Hij wil niet. Gaat hier dan netjes op. Zo. Die andere komt hierop. Dus die gaan we er ook op plakken. Oké. Dat is 1. Dit wordt 2. Deze komt hier.
Deze komt dan hier. En de laatste. Die komt hier. Ja, dat klopt, Jolanda, maar het is wel een erg grote rommel hier nu. Mijn zoon slaapt in mijn hobbykamer. Dus dat kan je nagaan. Wij slapen in de woonkamer. Dus ook daar is het een zootje. Mijn honden slapen op bed. Die vinden het prachtig. Oh ja, normaal slapen die alleen beneden. Maar ja, wij slapen er nu ook. Dus die vinden het geweldig. Ook overdag zijn die van mijn bed af te krijgen. Zo. En dan komt deze. En dan gaan we deze hier plakken. Heel klein randje. Oké. Okay. En dan gaan we de andere plakken. En die komen hierin. Deze komt hier. Dat is die derde verschillende papier. Die gaan we nu plakken. Oeh, lekker. Nou, ik heb nog echt staan te koken vandaag. Maar ja, ze zijn nu hier zo hard bezig. Ja, dan moeten ze ook goed eten, hè. En om het je eerlijk te zeggen, kookt mijn man tegenwoordig haast altijd. Omdat ik er helemaal geen zin meer in heb. Dus dat schiet niet op. Ja, vanmiddag ging die echt niet door, sorry. Ja, het is wel gezellig met de honden, maar ze snurken. Dat is weer minder. Die ouwetjes. Oh. Zo. Dames, als jullie het prettiger vinden als ik 's middags een live doe, zeg het dan gewoon, want dat kan ook hoor. Dat is voor mij misschien zelfs nog wel makkelijker om 's middags een live te doen om een uur of 3, 4. Dus als er mensen zijn die zeggen, joh, dat vind ik prettiger, geef het even aan. Want dat kan aan gewerkt worden. Dat is helemaal geen probleem. En hier gaat hij ook op. Deze gaat hierop. Nou, maakt me feitelijk niet zoveel uit of ik het 's middags doe of 's avonds. Het is om het even.
was feitelijk voor 's avonds gedaan, omdat dat voor Jolanda, sorry Joland. Omdat het voor Sabina beter uitkwam, maar mij maakt het feitelijk niks uit. Nou, we gaan nu de kaart pakken. En dan gaan we deze op de kaart plakken. Deze komt zo. En deze komt dan zo. Dus je moet even goed zorgen dat je een klein randje overhoudt. Ik zag dat hier, of was het deze? Ja. Klein stukje lijm nog op zit, dus die halen we er even af. En dan gaan we met deze beginnen. Dan gewoon overal weer gelijk even de tape op. Nou, ik doe weer gelijk overal de tape op, dat is wel makkelijk. Dus voor Joke is het misschien ook beter als we het 's middags doen. Dan is het niet zo laat. Ik lees het wel in de groep wat jullie willen. Gaan we ze erop zetten aan deze kant. Dat is 1. Precies mooi tegenaan zetten. Dit is 2. En dan komt nummer 3. En die komt hier tegenaan. Oké. Dan is hij zo al zo goed als klaar. En dan komt hij zo van binnen eruit te zien. Nu gaan we hem even aan deze kant bewerken. Daar komen deze 2 op. Nou, en voor degene die die nieuwe serie van Hartwell besteld heeft, kan ik zeggen, die komt morgen hier binnen. Ik heb vandaag bericht gekregen. Dus we kunnen morgen weer alle bestellingen de deur uit. Want we hadden ook heel veel wat al feitelijk niet meer op voorraad was. Dus dat is ook allemaal besteld. Dus mensen die besteld hebben, morgen... Als we een beetje op tijd zijn, dus voor 3 uur 's middags, dan kan ik het morgenmiddag nog voor jullie op de post doen. En dan hebben jullie het overmorgen in huis.
geldt ook voor jou, Rubien. Jouw bestelling heb ik dan ook binnen. Lullen en poetsen gaat niet samen. Oké. Die gaan ook er weer op. Ook het laatste stukje graag. Die gaat er ook op. En dan kan je hier nog een stukje wit papier of zo doen. Of een venstertje met een mooie tekst. En dan is dat ook klaar. Ik zie feitelijk dat ik deze net andersom had gedaan. Die had feitelijk daar moeten zitten. Maar dan gaan we hem nu, want ik hoef nou lekker niet te stempelen of zo. We kunnen het met deze doen. Dan ga ik de visjes gebruiken. Om de stoppetjes te maken. Ik had maar even een nieuwe. Ik dacht dat ik hem al had gepakt. En die stoppetjes komen dan. Jongens, wat heb ik nou zitten? Die heb ik er verkeerd op zitten doen. Oh, ik ben wel aan het kleuren vandaag, zeg. Nou, dan heb ik geluk. Hij moet er zo op. Lekker bij de hand. Lekker bij de hand. Nou ja. Zo is het beter. En dan gaat deze hier zo op. Zie, dan staat hij leuk. Omhoog. Deze doen we ook. En nu doen we die kant uit. Staat ook omhoog. En deze. Die gaat hier omhoog. Dan blijft hij zo lekker staan. Nou, dan kunnen we hem gaan bekleden. Je kan hem met deze doen. Je kan hem natuurlijk ook weer met de pinkwings doen die ik hier gedaan heb. Die vind ik ook leuk. Ik denk dat dit een beetje groot wordt. Even kijken. Ik denk niet dat ik dat erg mooi vind. Nou, dit zou nog gaan. Zou ik hem een beetje zo doen? Ja. Dat gaat leuk. Even kijken. Ik ga toch even mijn eigen dingetjes erbij pakken. Ik geloof toch dat ik dit leuker vind. Weer met de ijsbeer moeten. Zullen we die zo doen? Dat is wel leuk zo. Ja, dus dan ook even kijken. Hier even een streepje zetten. Want dan moet hij. Ja,
moet daar een... een stukje tape. En die gaan we dan zo even kijken dat hij er precies opvalt. Ja. Dan gaan we het zo doen. Oké. En dan denk ik dat ik... Die doe ik zo. En dan doen we deze. Die vind ik ook wel leuk. Die doen we dan zo. Ja, het is een leuke kaart, hè, Iris. Ja. En je kan er zoveel kanten mee op. En hij is echt niet moeilijk te maken. Kijk, deze doen we dan zo. En als je hem dan open doet, heb je hem zo. Nou, is die zo leuk of is die zo leuk? En dan kan je er van binnen nog een leuke tekst in doen. En dan heb je je kaart weer klaar. Nou, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Dank je, Jolanda. Ja, ik vond hem zelf ook heel erg leuk geworden. Dus, zo kan je natuurlijk ook je kerstkaarten maken. En alles. En... ik heb al een beetje een voorbeeld gemaakt van wat we volgende week gaan maken. Die ga ik even voor jullie pakken. Volgende week wordt het deze kaart. Kijk, en die gaat zo open. En dan kan je hem zo laten staan. Je moet hem nog een beetje versieren, maar... zien jullie hem? Nou, dus die wordt het volgende week die we gaan maken. Nou, dat was het weer voor vandaag. Die kan je dan ook zo versturen. Dus dan heb je een envelop nodig van 6x6. Maar je kan hem natuurlijk op allerlei verschillende maten maken wat je zelf wil. En dit is, heb je een envelop nodig van 5x7. Want die maak je ook zo plat. En dan kan je hem ook zo versturen. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En ik zie jullie graag volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Groetjes, doei doei!